reden zijn voor het afblazen van de transfer. Hoe dan ook, Verhoek is weer thuis en speelt nog steeds voor ADO. Zonder Groningen uit, dat is ver weg. Ga je dat redden? Nou ja, ik denk dat ik er moet over nadenken of ik het wel of niet ga doen. Nee, joh, het is gekkigheid. Mensen hebben het hier over heimwee, dat heeft de journalistieke wereld erin gegooid. Maar dat is totaal niet het geval. Omdat ik ben daarheen gegaan, ik heb het daar gezien. Hoe mooi ook alles eruit zag in mijn beleving, was het niet mooi. Ik had niet het gevoel van, dit ga ik nu beetpakken en ik ga hier nu knallen. Dus heb ik ervoor gekozen om het niet te doen. Omdat ik denk dat het niet goed is voor mijn persoonlijke ontwikkeling als ik daar ga zitten piekeren. En ik uiteindelijk toch een stap wil maken naar een grote club. Dat zeg ik heel kritisch, dan had je veel eerder moeten gaan kijken, dan wist je dat. Ja, dat is zeker zo. Ja, en op termijn. Maar we moeten het ding stoppen.